Hi, je vraagt je misschien voor de 20ste keer af wat wij op dinsdag doen. Nou, we missen iemand. Drie keer raden. Igmar. En Igmar die is op dit moment niet hier. Hij is namelijk thuis, want... Hij is ziek. Doodziek. En wat doe je als iemand ziek is? Inclusief paprika's, ibuprofen en paracetamol. Dus we gaan hem even verrassen. Op naar Amersfoort. Let's go. Boortje gestoortje, 0-3. Red, zing eens mee. Hey, ik ken de tekst niet. Those bitches are red. Weet je waar die jongen woont? Eigenlijk. Amersfoort toch? Ja, maar weet je waar in Amersfoort? Nee. Maar hij is toch daar bekend? Dus dan vragen we toch gewoon. Ja, precies. Nou, let's go. Yes. Op naar Amersfoortje. Woe! Igmar belt net. En die vraagt, moet ik nog iets doen? Weten jullie al wat jullie voor het dinsdagfilmpje gaan doen? Ik zei, geen idee. Hij zei, ja, ik denk dat ik zelf niet iets ga filmen vanuit mijn bed, want ik zie er echt helemaal vertiefd uit. Dus kan je Igmar een keer zien hoe die er echt zonder make-up uitziet? Dus ik ben benieuwd wat zijn reactie is, of hij het wel leuk gaat vinden. Maar we zijn er bijna. Denk ik. Maar weet je waar hij woont dan? Ja, ergens hier in de buurt. Dus we gaan het zo even aan iemand vragen. Wacht even. Meneer. Hoi. Weet u waar Igmar woont? Igmar woont? Ja? Nee? Nee, echt niet. Oké, ga ik even verder kijken. Dankjewel. Doei. Weet u misschien waar Igmar woont? Die zou je ergens in deze straat... Geen flauw idee. Geen idee? Ik kan je niet helpen. Nee. Oké, okay, dank u wel. Okay. Doei. Film je al? Ja. Ik weet natuurlijk wel waar Igmar woont. Ik heb me ook wel een beetje mijn voorwerk gedaan. En dat is toevallig in dit huis hier dan. Ergens bovenin. Weet je trouwens dat dit dezelfde straat is als Diggy Dex? Nee. Okay. Nou, dan weet je dat nu. Is Diggy Dex de buurman van Igmar? Ja, Diggy Dex woont in dezelfde straat als Igmar. Dan is het toch de buurman, Will? Ja. Nee, joh. De buurman is toch iemand die echt recht naast je woont? In ieder geval, we staan voor zijn huis. Nou, betere collega's kan je denk ik nee, niet wensen, toch? Nee, ik kan het zeggen, ja. Dat is toch? Volgens mij is dit de deur, maar kijk. Dus... Dus ze zijn fucked. Nou, we moeten hem even bellen. En zeggen, doe eens even je deur open. Hallo! Hi! Zijn jullie naar binnen? We zoeken Igmar. Wil je hem roepen voor ons? Oké, okay. Zal ik doen. Super. Nou, leuk huis er. Denk je dat hij het leuk vindt? Nee. Echt niet? Nee. Kijk wat we hebben, joh. Ja, waar zitten molletjes? Ik hou het niet van paprika, weet ik ervan. Ik denk dat hij het liefst de hele dag in zijn bed ligt en Netflix zit te kijken. Dat zou ik ook doen hoor, als ik ziek was. Ik ben wel benieuwd of hij nou de deur open gaat doen. Dat die vrouw gewoon heeft gezegd. Nee. Ik vind het niet leuk. Nou, dan uit het op. Kom hè. Yo. Je was ziek en wij dachten ja, als collega's moeten we toch even een fruitmandje brengen. Dankjewel. Met overhandigen. Wil je hem aannemen voor mij? Inclusief paracetamol en ibuprofen. En de paprika, omdat we denken ja, dat kan je goed gebruiken om lekker beter te worden. Kun je nu een hap van nemen? Paprika? Nee, dat hoeft niet hoor. Hey, ja, sorry. Beterschap jongen. En wij gaan nu snel weer aan het werk. Echt waar? Ja, moet ook gebeuren. De bikkels zijn jullie zeg. Dus, maar dit mandje mag je houden en de fruit en alles. Dus ik ga nu fietsen. Ziek. Spelen, okay? Ja. Hey, laat jongen. Doei. Ziek lekker uit. We hebben echt maar even kunnen verrassen. Ja, hij was er toch nog wel een beetje blij mee gelukkig. Gelukkig wel. En hij zit nu weer FIFA te spelen. Wij moeten nu weer keihard gaan werken. Keihard. Keihard werken. Hey, vorige week hadden wij de vraag, wat zou je graag willen zien in het dinsdagfilmpje? En daar is één iemand, die heeft er een leuke reactie onder gezet. Tenminste, waren er meer. Maar er is één iemand. Er kan er maar één iemand winnen. Helaas. En dat is... Iemand die op YouTube zit, tenminste ik neem maar dat het niet zijn echte naam is, onder de naam Roblox Gamer NL. Die wilde dat we Igmar's huis lieten zien. En we hopen dat we dat met deze dan een beetje gedaan hebben. Klein beetje. We hebben in ieder geval zijn voordeur laten zien. Precies. En ook deze week maak ik kans op een bij Igmar prijspakket.
Het is eigenlijk heel simpel. Je moet even in de reacties laten weten. Een leuke beterschapsboodschap aan Ingmar. Precies, even die jonge beterschap wensen. Doe het goed. Maar doe het op een leuke manier. En hoe leuker jouw manier is, hoe groter de prijzen. Of zo. Dus dat was het voor deze week. Later. Mazzel. Nog meer weten wat er allemaal gebeurde tijdens de show? Dat kan. Klik dan even hier voor nog meer radiofragmenten die tijdens de show plaatsvonden. Hier check je de dinsdagfilmpjes. Kijk die ook vooral terug. Is altijd leuk om te doen. En ondertussen altijd, je weet het inmiddels wel. Hier even abonneren. Duimpje omhoog. Krijg je van ons liefde.